Ja. Hi, ik ben Wouter van Straten. Ik heb 11 jaar lang in de jeugdopleiding van PSV mogen spelen, van de F'tjes tot en met de A'tjes. Ik heb daarnaast op het Joris College gestudeerd. Ik heb in 6 jaar tijd mijn VWO-diploma gehaald. En nadat ik mijn diploma heb gehaald, kwam ik op het moment dat ik de keuze moest maken om door te blijven studeren of volledig voor het voetbal te gaan. En ik heb ervoor gekozen om beide te blijven doen. En ik heb dat 2 jaar lang gedaan. 1 jaar daarvan bij PSV in de A1 en het andere jaar bij FC Eindhoven. En dat waren leuke jaren, drukke jaren. Maar het was heel moeilijk om te blijven presteren op beide fronten, op het voetbalgebied en op het studiegebied. En 2,5 jaar geleden kwam ik toen iemand tegen en die heeft mij verteld over Amerika. Dat je daar kon studeren en voetballen op hetzelfde moment. En ik ben nu afgelopen week afgestudeerd met een Bachelor in Finance. En op hetzelfde moment sta ik nu ook op het punt om een contract te tekenen in de MLS. En ik kan wel zeggen dat deze 2,5 jaar vrij succesvol waren. Hallo, mijn naam is Bob Groenendijk. Ik heb 12 jaar lang bij PSV gespeeld, van de F'jes tot jong PSV. En ik heb net als Wouter ook mijn VWO-diploma gehaald op St. Joris College en daarna ben ik naar Tilburg Universiteit gegaan. En 2,5 jaar geleden ben ik ook naar University of Pacific gegaan. Om dezelfde reden dat ik voetbal en studie niet meer kon combineren in Nederland, maar hier in Amerika wel mogelijk was. En op dit moment ben ik ook van plan om contact te tekenen in MLS. Dit is het veld waar we onze thuiswedstrijden spelen. Het veld zijn ze nu op dit moment mee bezig, maar normaal gesproken ziet dat er gewoon top uit. Gedurende een wedstrijd zijn er regelmatig rond de 1500 man in de tribune. Dus altijd heel leuk om voor heel veel mensen te spelen. En ja, natuurlijk die atmosfeer eromheen is altijd helemaal top. Daar op parkeerplaats, elke wedstrijd zitten er van die studentenverenigingen. Organiseren ze een feestje of spelen ze wat spelletjes om de sfeer wat in de wedstrijd te brengen van tevoren. En ja, voor de rest, helemaal top hier. Ja. Waar we kunnen even de code invoeren. Welkom, de locker room. Het is ietsje beter dan bij PSV met jullie easy houten bankjes. Zoals jou is het huur als er naartoe komt. Ik heb een echte tijger in de kleedkamer. Wat een clown. Als je ziet, iedereen heeft zijn eigen plekje. Ik kan kijken wat we filmen van onze wedstrijden. En analyseren we iedere wedstrijd en iedere tegenstander. Lekker potje pingpong. We zijn ongeveer met 25 man, 24 man in deze kleedkamer. Dus iedereen zit hier, maar deze hele ruimte hebben we nog bij. Het is wel een mooie kleedkamer, mooie faciliteiten. Dit is mijn kleedhokje. Ik heb nummer 4. Prima. En daar zit Wouter. Natuurlijk een rotzooitje. Nummer 14. De afgelopen 2 jaar hebben wij het nationale toernooi gehad in 2016 en 2017 tot de tweede ronde. En in 2008, ons laatste jaar, hetzelfde. Dit is onze krachtruimte. Vooral in de tweede helft van het seizoen zijn we hier vaak te vinden. Dan proberen we zoveel mogelijk krachttraining te doen naast het fysieke werk op het veld. Ieder team heeft zijn eigen krachttrainer en onze krachttrainer is op dit moment daar aan het werk. Hij zet een individueel schema op voor iedere speler in het team. En gedurende het seizoen is hij dan continu bezig met jou. Je kan komen op je eigen tijden, we komen hier met het team. En zoals je ziet, het is allemaal vrij professioneel. Het is een grote ruimte, dus er is nooit te weinig plek om te werken ofzo. Je kunt hier altijd komen. Na de krachttraining hebben ze ook proteïne voor herstel. En deze mannen hier zijn altijd druk bezig om ons zo sterk mogelijk te maken. En ik kan me wel herinneren, toen ik hier kwam 2,5 jaar geleden als speler uit Nederland,
waar het ook wel heel veel op techniek is gericht en zo. Was dit toch wel iets waar ik heel veel profijt van had, omdat dit ook wel een onderdeel was van mijn spel waar ik wat een beetje tekort kwam. En ik heb dus een hoop kunnen leren hier in deze ruimte en beter kunnen worden als speler. Zo gaat een krachttraining hier naartoe. Een stukje zwaarder dan in Nederland zou ik zeggen. 5:30, dat is je start. Lekker beest. Coach, I got class. Make sure you roll. Round chin. Hi. This is an ice bath. It looks like a warm jacuzzi, but it's kind of... Get in the water, bro. It's cold. Hey, you got a hickey on your forehead. It's cold, someone. Holy show be made. Silos. Silos van Cyprus. Silos is altijd geblesseerd. Is like a crybaby. Wat is dit, hè? Dit is oud. So we eat here every day. Or almost every day. What do you got there, Hayden? What is that for? What is that for? What is that for? What is it for? What is he recording? It's a show. I just look at it. Ik heb nu lekker gebakken rijst besteld. Nu een lekker eitje erop, een beetje groente. Dus even genieten. Lekker barbecuen. Zwembadje erbij. Ja Wouter, wat vind je nou het lekkerste van Californië? De zon die nou op mijn bolle kop schijnt. En gewoon het feit dat je met vrienden lekker kan chillen, lekker kan hangen, kan voetballen. Want, Californië is prachtig, jongen. Het is nu medio januari. En, het schijnt dat in Nederland de sneeuw op dit moment. Dus, klein verschilletje. Right now. Klein verschilletje gewoon. Even binnen bekijken. Dus overal waar je naar binnen gaat, dan kan je dit pasje gebruiken. Dan moet je gewoon daar even swipen. Hoppa. Chillen met vrienden, een beetje gamen. We zijn in de lift. We zijn nu open. Gaan we open? Ja mensen, de lift gaat open. Ik moet even wat eten met BG'tje. Ja toch. En dan zullen we wel zien wat ik ga eten. Peace out, oké? Hier een plek om te studeren. Beetje slapen.
kan allemaal. Voetbalveldje. Lekker man. Prima leven hier. Ja, ja. Dus dit is de gang naar ons appartement toe. Hier hebben Wouter en ik 2,5 jaar lang gewoond. Dit gebouw is normaal gesproken voor de derde en vierde jaar. Alleen ik en Wouter hebben hier altijd mogen wonen. Dus kom maar binnen. Hier eetplekje. Gezamenlijke woonkamer. En keuken. Dus een appartement is opgesplitst in twee gedeeltes. Hier heb je twee slaapkamers met een badkamer. En deze kant precies hetzelfde. Dus dat is wel fijn dat je maar een badkamer hoeft te delen met twee mensen. Je ziet hier, mooi badkamertje. En we hebben ook een mooie beam opgehangen, zodat we lekker filmpjes kunnen kijken ofzo. Zo zien de slaapkamers eruit. Zoals je ziet, ziet het allemaal prima uit. En deze kant ook een badkamer. Een douche. Dus ja, hier hebben wij altijd gewoond. Met een mooie vlagje ophangen. Zoals je ziet, ziet het allemaal prima uit. Meestal als we een drukke dag hebben gehad en naar de les zijn geweest, training hebben gehad en huiswerk hebben gemaakt, dan willen we natuurlijk een beetje tijd voor onszelf hebben. Dan gaan we hier meestal lekker op een bankje zitten, filmpje kijken of potje FIFA spelen. Ja, het is altijd leuk met een paar jongens en een goede manier om de tijd te vertoeven. Dit is Studio, een plek alleen voor studenten en athletes om te studeren. Mooie Apple computers en plek om te chillen. Mijn ervaringen over de afgelopen 2,5 jaar op voetbalgebied en studiegebied waren geweldig. Bijvoorbeeld op studiegebied is het heel erg vergelijkbaar met het Sint Joris College. Er wordt hier trainingstijden en klastijden worden op elkaar afgestemd. We wonen op de campus, dus van klas naar het trainingsveld is 2 minuten lopen. En dat is dus veel makkelijker te combineren. In Nederland ging ik bijna nooit naar de les toen ik nog aan de Universiteit van Tilburg studeerde. Omdat dat gewoon niet te combineren was op en neergaan met de trein in combinatie met de trainingstijden van PSV en FC Eindhoven. Ik ervaarde daardoor ook dat ik mijn studie echt weer leuk begon te vinden. Ik heb altijd interesse gehad in bedrijfseconomie, in finance en accounting. Maar ik heb me eigenlijk nog nooit goed genoeg in kunnen verdiepen om te weten wat ik echt graag wilde. En toen ik hier op University of the Pacific kwam, merkte ik dat ik de finance gedeelte van economie het leukste vond. En ik heb daar ook ben ook echt met plezier naar de les gegaan en goede contacten gehad met professoren en medestudenten. En daardoor ben ik nu ook echt wel heel blij dat ik mijn bachelor in de finance heb. Dus mocht het voetbal ooit aflopen, wat natuurlijk gaat gebeuren, of mocht het uiteindelijk niks worden, dan heb ik nog altijd dit diploma achter de hand en dan kan ik daar een maatschappelijke carrière in starten. En in het springseizoen wordt er vooral gefocust op de fysieke ontwikkeling van de spelers. Toen wij uit Nederland kwamen, merkte ik ook al snel dat we dadelijk wel iets te leren hadden. Heel veel verbeterpunten hadden op dat gebied. Technisch en tactisch waren we misschien wel veel stappen verder dan de gemiddelde Amerikaanse speler. Of gemiddelde Amerikaanse college speler. Maar gelukkig door de professionele begeleiding in de krachtruimte, de professionele faciliteiten,
heb ik hier voornamelijk stappen kunnen nemen die mij uiteindelijk voorbereid hebben op het profvoetbal. En daar ging met vallen en opstaan, maar na 2,5 jaar kan ik nu wel zeggen dat ik sneller ben geworden, sterker ben geworden. En dat waren wel onderdelen van mijn spel wat verbetering nodig had om het profvoetbal te kunnen halen. Let's go, Mathieu. You are some loser. Tiger on 3! 1, 2, 3, Tiger!